Stel dat je bij een van die gordelsterren staat en je kijkt met een perfecte telescoop terug naar de aarde. Zie je dan ons? Nee, dan zie je dit. De slag bij Hastings. Want je kijkt dan 1000 jaar terug in de tijd. Waarom zien aliens holbewoners als ze naar de aarde kijken? De Universiteit van Nederland presenteert sterrenkundige professor Dr. Ralf Weijers. Mama, wat is dat puntje licht daar aan de hemel? Papa, waarom is het donker 's nachts? Hoe groot is het heelal? Hoe oud is de zon? U kent die vragen wel. Als u op een mooie winteravond of op vakantie ergens in de bergen naar dit soort prachtige plaatjes staat te kijken, dan kan het niet anders of u stelt zich die vragen. Dus ik heb er mijn ouders mee lastig gevallen, mijn kinderen hebben er mij mee lastig gevallen en waarschijnlijk hebben sinds de prehistorie mensen elkaar met dat soort vragen al lastig gevallen. En die fascinatie om daar je leven lang mee bezig te zijn, om van zo'n kleine kindervraag eerst een hobby te maken en daarna je vak, dat beschouw ik als een voorrecht. En daar wil ik vanavond het een en ander met u over delen. En we zullen maar eens beginnen met die sterrenhemel. Want de vragen zijn natuurlijk altijd, inderdaad, hoe groot is dat nu allemaal? Hoe ver is dat nu allemaal weg? Nou, het probleem is, als je dat naar menselijke maatstaven probeert te doen, dan ga je al snel door de nullen heen, want dan ga je zeggen 100.000 miljoen miljard kilometer en meer van dat soort dingen, daar word je een beetje moe van. Sterrenkundigen hebben daar iets op gevonden. Je zit toch altijd te kijken naar het licht van de sterren die je ziet. En het licht komt vanuit de sterren naar ons toe met een bepaalde snelheid. Die snelheid is heel groot, want het licht is het snelste wat er is. 300.000 kilometer per seconde. Dus even voor de context, als ik Amsterdam zeg, gaat het licht 7,5 keer de wereld rond. Nou, als je met die snelheid gaat, dan duurt het zelfs nog een merkbare tijd voordat het licht van de sterren en de planeten naar je toe komt. Hè? Voor een planeet, zoals op dit plaatje Jupiter, die hele heldere, duurt het een uur of wat. En voor een ster duurt het vele jaren voordat het licht bij ons is. Dus dat heelal is heel, heel erg groot. En dus bijvoorbeeld ook een zonsondergang is al oud nieuws. Als je kijkt naar de zon en je ziet hem ondergaan, dan is ze eigenlijk al 8 minuten verdwenen. Want het duurt 8 minuten voor het licht van de zon om bij ons te komen. Nou, om die grootte nou eens even in perspectief te zetten, hè, want de aarde is 12.500 kilometer in middenlijn, de zon is 1,5 miljoen kilometer in middenlijn, de afstand van de zon tot de aarde is 150 miljoen kilometer, dat zijn allemaal enorme getallen, heb ik het even opgeschaald. Als we alles 10 miljard keer zo klein maken, dan is dit de zon. Met basisscholen bouw ik een heel eetbaar zonnestelsel. Ik zal hier zover niet gaan. Dus dit is de zon, deze meloen. En als ik dan de aarde bekijk, dan is die aarde 100 keer zo klein. Dus dat wordt al wat lastig. En wat hebben we daar dan voor? Een peperkorreltje. Dus dat zijn de verhoudingen. Meloen, peperkorreltje. Er passen ongeveer 1 miljoen peperkorreltjes in een meloen, als u het ooit een keer wil uitproberen. Nou. Als ik het dan nog op de goede schaal wil wegzetten, dan moet ik de aarde ongeveer 15 meter van deze meloen afzetten. Nou, dat gaat al niet meer zo goed, maar dan staat hij nog net achter in de zaal. Het kan ongeveer. Dus dat zijn de verhoudingen. Dus het eerste wat je ziet is dat de ruimte ontzettend leeg is. Je hebt hier een meloen en dan 15 meter verderop heb je een peperkorreltje en dat zijn de verhoudingen. En als je dan naar de sterren gaat, die zijn nog veel verder weg, dan wordt het al een heel ander verhaal. Kijk, als ik nou een van die dichtstbijzijnde sterren pak, dat is nog een andere meloen, die zet ik hier even weg, dat is de zon. Dit is een heldere ster aan de avondhemel, Sirius, daar komen we zo meteen nog even aan. Hoe ver zou nou op dezezelfde schaal deze meloen moeten staan? Waar moet ik die even gaan wegleggen om alles op de goede schaal te krijgen? Wat denkt u? Enig idee? Utrecht hoor ik. Nou, dat is in ieder geval in de goede richting. Het is Beijing.
Ja? Dus zo leeg is het heelal. Hier een meloen, 9000 kilometer verderop weer een meloen en een paar peperkorreltjes ertussen. Nou, dat we dat soort dingen weten over het heelal, dat weten we niet zomaar. Dat kost moeite en daar moet je lang over nadenken. En ik wil u een beetje uitleggen hoe we dat gedaan hebben. En dat is vrij snel gegaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze afbeelding van het heelal in de middeleeuwen, dat was, laten we zeggen, meer op filosofische overtuiging dan op meting gebaseerd. Dan zie je daar ongeveer het Middellandse zeegebied met de berg Ararat, waarna de zondvloed de Ark van Noah was geland. En daaromheen als een keurig tabernakelkastje het hele universum met de hemelkoepel erboven en iemand in de hemel erbij. En dat was het heelal van de middeleeuwers. Nou, dat heeft niet zo heel lang geduurd. Het grappige is trouwens dat de oude Grieken al meer wisten. Dus vanaf de nieuwe Grieken tot de middeleeuwen een beetje achteruit gegaan. In de Renaissance beginnen we dan weer echt te meten en beginnen we er langzaam uit te komen hoe het heelal in elkaar steekt. Nou, kijken we dan eerst naar ons eigen zonnestelsel. Dat ziet u hier, hè, de zon met al die planeten erbij. Ik heb de schalen al laten zien. Dan hebben we dat ongeveer uitgevonden in 1500, 1600. Mensen als Copernicus en Kepler kwamen erachter dat de zon in het midden van het zonnestelsel staat, dat de planeten daaromheen draaien enzovoorts. Het is een Nederlander geweest, Christiaan Huygens, die naar de avondhemel keek met daar het mooie sterrenbeeld Orion. En daar komen we straks nog even te kijken. Deze sterrenbeelden kun je zien aan de avondhemel in de winter. Dan zie je de helderste ster aan de hemel, Sirius. En dan zie je het sterrenbeeld Orion en een aantal andere plekken. Nou, Sirius, die probeerde Huygens te vergelijken met de zon in helderheid. Hij liet de zon door een heel klein pinnegaatje in een donkere kamer schijnen en hij probeerde de helderheid van dat speldenprikje in het scherm te vergelijken met Sirius. En door die vergelijking te maken kon hij meten dat Sirius ongeveer 1/3 lichtjaar van de aarde af moet staan. Dus het licht doet er 1/3 jaar over om 1 keer om van Sirius naar de aarde te komen. Dat was niet helemaal goed. Het is in werkelijkheid 8 lichtjaar. Maar het grootste deel van de fout zat hem in het feit dat Sirius veel meer licht geeft dan de zon. Als Sirius inderdaad precies even helder was geweest als de zon, had hij het ongeveer goed gehad. Dus die Huygens was slim. Nou, kijken we dan eens verder naar het sterrenbeeld Orion. Dan zien we daar dat hele mooie sterrenbeeld, hè, Orion de jager met zijn schouders, zijn gordel, het zwaard en zijn voeten. Hè, dat is een van de weinige sterrenbeelden waar je nog ongeveer een vorm in kunt herkennen. Die sterren van de gordel van Orion, die zijn al 1000 lichtjaar van ons vandaan. Dus het licht doet er 1000 jaar over om bij ons te komen. Als ik het nou eens even omkeer om het een beetje te vertalen. Stel dat je bij een van die gordelsterren staat en je kijkt met een perfecte telescoop terug naar de aarde. Wat zie je dan? Zie je dan ons? Nee, dan zie je dit. De slag bij Hastings. Want je kijkt dan 1000 jaar terug in de tijd. Nou, als je dan verder gaat kijken in het heelal, dan zie je dat onze zon samen met ongeveer 100 miljard andere sterren in een soort van grote platte schijf bij elkaar staat. Die schijf kun je ook vanaf de zijkant zien als de melkwegband aan de hemel. Hè? Dus dat zwakke licht van de melkwegband, dat zijn gewoon allemaal kleine sterretjes. Als je er een goede telescoop op richt, zie je ook dat het aparte sterretjes zijn. En daar zijn er 100 miljard van. En die hele schijf, zoals die hier geschetst is, dit is natuurlijk een schets, geen echte plaatje, want we zitten er middenin. Die is ongeveer 100.000 lichtjaar groot van de ene kant naar de andere kant. Oftewel, van ons hier, wij leven ergens in de buitengebieden, naar het midden van de Melkweg is 25.000 lichtjaar. Ik maak de vergelijking nog eens. Kijk vanaf het centrum van de Melkweg nu terug naar ons. Wat zie je dan? Dan zie je Cro-Magnon mensen de grotten van Lascaux schilderen. Dan kijk je dus nog verder terug in de tijd. Is daarmee het heelal af? Nou, dat dachten we tot de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. En toen waren er een aantal sterrenkundigen, zoals Hubble in Amerika en Oort in Nederland, die kwamen erachter dat het heelal nog veel groter was. Kijk je naar dit plaatje, dan is dit echt een plaatje van een melkwegstelsel. Maar niet van het onze, maar van een andere. Dit is de Andromeda-nevel.
En de Andromeda-nevel is de dichtstbijzijnde melkwegstelsel bij het onze. Nog eens een keer 100 miljard sterren. 2 miljoen lichtjaar van ons vandaan. Kijk je van daaraf terug naar de aarde, wat zie je dan? Dan zie je dit. Homo habilis, vuistbijl en een geslachte zebra. Op de Afrikaanse savanne. Dus je kijkt in de sterrenkunde letterlijk terug in de tijd. Een telescoop is een tijdmachine. Je kunt het verleden direct voor je zien. Want je ziet de Andromeda-nevel niet zoals ze nu is, maar zoals ze 2 miljoen jaar geleden was. Dat kun je zo ver doortrekken tot bijna zo oud als het heelal is. Het heelal is 13,5 miljard jaar oud. En in dit plaatje zie je sommige melkwegstelsels, de zwakste, die wel 13 miljard lichtjaar van ons vandaan zijn. Dus die zie je zoals ze 13 miljard jaar geleden waren. Als je vanaf daar terugkijkt naar de aarde, dan zie je niks. Want de aarde is pas 4,5 miljard jaar oud. Dus toen moest de aarde nog geboren worden. Dus zo ontzettend groot is het heelal. En daarom kun je in de sterrenkunde, door goed te meten, niet alleen weten hoe de dingen zijn en ze begrijpen, maar ook hoe de dingen geworden zijn. Want je kunt letterlijk terugkijken in de tijd. Maar dan is de vraag natuurlijk, heb je daar wat aan? Als die dingen zo ver weg zijn dat je ze niet eens kunt aanraken, dat je er nooit naartoe gaat, kun je dan ooit wel ontdekken waar ze van gemaakt zijn? Kun je dan ooit wel begrijpen hoe ze werken? Dat vertel ik in het volgende blok.